verbazing tussen schoonvader en schoonzoon. Hij gaat scoren. Erik Meijer. 2-0 over nu. De VVV blieft Eredivisie. Ja, daar zijn we weer. Hall of Fame, natuurlijk allemaal voetballers, trainers, mensen die bij het Limburgse voetbal van belang zijn geweest voor onze gasten. Roel, wie wil jij erin zetten? Ik heb lang getwijfeld, want ik heb best wel veel te danken aan veel trainers, denk je dan al snel aan. Maar uiteindelijk is het bij mij redelijk begonnen met Wil Boessen. Ik ben naar Fortuna gekomen, het eerste jaar maar 8 wedstrijden gespeeld onder eerst Wim Dusseldorp, daarna Tini Ruijs. Toen ging Wil Boessen het overnemen en... Ja, die heeft mij echt wel geholpen in de punten die ik moest verbeteren om basisspeler te worden. En uiteindelijk, 2 jaar lang onder Wil Boessen alles gespeeld, play-offs gehaald. En, dus hij heeft mij wel laten inzien wat er nodig was om professioneel voetbal te spelen en daarbij geholpen. Dus, en op een manier die goed bij jouw karakter past dan? Ja, zeker, absoluut. En welke manier is dat? Ja, kijk, ik ben natuurlijk niet de grootste speler. Ik ben bijna 1,80, centrale verdediger. Dus ja, dan moet je het op een andere manier aanpakken dan... Wel Boessen zelf ook. Dan dat jij het vroeger... Je hoeft niet te springen. Nee, precies. Een vlindermes. Ja, dus dan moet je slim zijn. En dat was dus wat Wil Boessen zei. Niet dat ik een vlindermes moest worden, maar dat ik meedogenloos moest zijn in duels. En dat ik daar mijn verbeterpunt lag. En slim spelen natuurlijk. Dat deed ik altijd al wel, denk ik. Niet altijd, maar vaak. Dus ja, daar ben ik mee aan de slag gegaan. Vooral op training en in wedstrijden. En dat heeft me wel... een stuk beter gemaakt. Slim bedoel je. Goed staan, zodat je dat onder tekort andere. Aan snelheid dat niet opbreekt. Precies, maar dat had ik op zich wel al. Ja. Alleen gewoon het meedogenlijk zijn als je een duel speelt. Echt met mes tussen de tanden. En, beetje Frank de Boer-achtig dan ook. Hè? Ja. Niet de grootste, sterk in de lucht. Goede paas, een goede tackle. Ja. En Wil Boessen doet het heel goed nu, hè? Met Jong PSV. Gedeeld koploper met Roda. Ja, knap. Dus hij staat weer op het veld, na de assistenten zijn geweest. Oké, okay, goed. Wil Boessen staat erin. Dan namens de redactie zetten wij nog rode doelman Jan Jongbloed erin. Keurig. Ja, mooi, mooi. Natuurlijk een WK-finale gespeeld, onlangs overleden, op 82-jarige leeftijd. 24 interlands gespeeld. Dus Wil Boessen en Jan Jongbloed in de Hall of Fame. Zullen we even kijken hoe dit er dan uitziet? Want we hebben natuurlijk Frans Curver gehad, en Dick Nanninga, Babangida, Pierre Vermeulen, Bert van Marwijk. Jongbloed is dat wel schuld, hè? Dat wij in Nederland een keeper beoordelen op zijn voetbalkwaliteiten. In plaats van op zijn keeperskwaliteiten. Ja. Hij was de eerste. Ja. Goed zo.